En hoe spannend was het om een camera in huis te hebben? Ja, dus even wennen, ja. Heb je dat wel eens vaker meegemaakt, de camera? Ja, niet echt in het huis, maar... Nee, niet in het huis, maar wel overal, ja. Vonden jullie dat vervelend soms? Jullie dachten, ga nou eens weg met die camera. Soms wel, maar soms was het even leuk om... Ja. Soms was het wel leuk, maar soms denk je van, ik hoef die camera. Ik heb geen zin meer. Wat zei jij? Bij Feyenoord is het veel leuker. Wat is het voor jou, hè, om papa dadelijk op een heel groot scherm te zien? Leuk. Papa heeft natuurlijk 3 keer gescoord in die wedstrijd, hè? Daar kent iedereen van. Ga jij dat later ook ooit doen? Ja, toch? Ja. Ik heb voor mij een filmpje van jou gezien. Klopt dat jij 4-5 man voorbij gaat en dat je scoort? Ja. Ben jij toch? Hoe goed ga jij worden? Beter? Ja, beter. Wat? Beter dan Messi. Nee. Nee, dat niet? Beter dan papa. Messi toch goed? Beter dan... Jij vindt Messi toch de beste, hè? Het is in de familie wat... De een is voor Barcelona en de ander voor Real Madrid. En de een voor Ronaldo en de ander voor Messi. En jij bent voor allebei, toch? Ja. Mag ik... Barca. Ja, toch? Ja. Ik vroeg net ook even aan uw kinderen hoe het was om een camera in huis te hebben. Hoe was dat voor u? Ja, het was even... wacht jongens, even bij mij blijven nu. Hé? Hey? Dus lopen ze zo... wacht eventjes. Ja. Hé, even bij mij blijven. Nee, blijf hier. Sorry hoor. Hoe was het om een camera in huis te hebben? Ja, het was wel even wennen. Ik ben sowieso niet zo van de camera's en de foto's. Dus het is wel even... Ja, een hele verandering. Maar uiteindelijk was het ook wel heel snel een hele natuurlijke manier. En had je eigenlijk niet door dat ze vlak bij je waren in de buurt en in huis waren. Dus uiteindelijk verliep het eigenlijk wel heel natuurlijk. Hebben jullie ook gezegd van na afloop, hebben jullie ook inspraak gehad van dit willen we er echt niet in hebben? Nee, we hebben Deborah eigenlijk alles vrijgegeven. En uiteindelijk hebben we later de film teruggekeken voor een groot gedeelte. En eigenlijk is er bijna tot niets veranderd en we hebben het zo gewoon gelaten. Omdat we gewoon heel belangrijk wilden. We wilden alles zo natuurlijk mogelijk hebben, zoals het gewoon is. En als je dan daar te veel aan gaat rommelen, dan is het toch gewoon... voor ons gevoel klopt dat niet, zeg maar. En aan het verhaal hoeven we ook niet heel veel meer te doen, hè? Want het kan niet mooier. Nee, uiteindelijk was het een heel mooi einde, ja. Gelukkig. Denken jullie er wel eens aan terug als gezin? Hebben jullie het er wel eens over samen? Nee, we zijn gewoon ontzettend gelukkig dat het zo is afgelopen. En het is best wel een heel heftig jaar geweest, voor de kinderen ook. En we zijn heerlijk op vakantie geweest met het gezin en daar zijn we gewoon helemaal tot rust gekomen. En hebben eigenlijk alles een beetje laten zinken, bezinken. En voor de rest is het gewoon hoe het is. Maar ja, je ziet de foto's, je ziet wel eens beelden terug. En dat, ja, het is, die emotie komt elke keer nog steeds wel echt naar boven.